Tine en Andy, vertel mij eens, waar zijn wij? We zijn in Aalst om te beginnen, Gentse straat 75. Het pand ja, waar we een winkel openen eigenlijk. Lorelie en Feline, genoemd naar onze twee dochters. Hè. Klopt. En wat kunnen de mensen kopen in deze winkel? Pre-loved fashion, dus tweedehands kledij voor dames, ja. Accessoires, schoenen. Ja, kledij, aantassen, schoenen inderdaad. Voornamelijk merkkledij, eigenlijk alleen maar merkkledij aan tweedehands prijzen. We hebben nieuwe stuks, we hebben tweedehands stuks. En dat is eigenlijk leuk dat we dat kunnen aanbieden, want dat maakt het eigenlijk betaalbaar voor de Vlaamse modale vrouw. En van waar kwam juist het idee? Een kameraad van mij heeft dat in Schilde voor zijn vrouw eigenlijk ook gemaakt, zijn winkel opgericht. En ik dacht van eigenlijk is dat super leuk, want nu is mijn madame fulltime mama, heeft hij twee kinderen ten laste, mag dat zo zeggen. Heel graag ten laste. Maar er komt een moment dat die twee naar school gaan en dan zit zij thuis, om het zo te zeggen. En dan is dat leuk voor haar, want dan moet ze gewoon, ja, kan ze instappen en kan ze verder de winkel zetten die ik nu uit de grond aan het stampen ben. Normaal gezien binnen 2 jaar. Ja. Dat gaat de jongste. Dus we gaan jou nu nog niet alle dagen in de winkel zien? Af en toe. Dus eigenlijk is de bedoeling dat Jana dat halftijds doet en Andy ook, ja. Regelmatig. En ik alleen als het echt nodig is. Maar binnen 2 jaar ga ik hier dan vaker zijn. Hopelijk, als alles goed gaat. Hè? Als de sollicitatie goed loopt, hè, want ze moet nog solliciteren. Nee, ja, inderdaad. Ja, je moet natuurlijk dat. Ah, oké, dus misschien ook niet. Wij zien wel. Zeg maar, Andy, dus jij gaat ook in de winkel staan, heb ik begrepen? Klopt, ik ga dat proberen te doen in functie van mijn agenda bij DPG. Als ik betraai, als ik opnames heb voor VTM, ja, dan ga ik opnemen. Hè. En dat zijn dan de dagen waar ik niet kan komen, waar ik Tin al eens inschakel. Dan kan zij al een keer proeven van de winkel, hoe dat werkt. En dan, ja, om eigenlijk echt de bedoeling, laten er gewoon in te stappen. En dan weet ze het eigenlijk al, dan kent ze het klappen van de zweep. Wat. En mogen de mensen dan handtekeningen komen vragen als jij de winkel open doet? Het is grappig dat je dat zegt, want ik heb er zelf over nagedacht. Van. Eigenlijk zijn dat verdoken meet en greets dat ik hier ga doen dan. Nu, ik denk dat de mensen niet zomaar schaamteloos gaan binnenstappen en een foto komen vragen en terug buiten gaan. Denk jij van wel? Ja, dat kan wel. Ja, dat. Ik koop dus, alleszins van niet. Ze moeten iets kopen. Ja, ik wil een handtekening of een foto als je iets koopt. Dat is een goeie. Marketingtruc van de eeuw. Ja, eigenlijk wel. Ik ga een bordje hangen. Goederen worden enkel voor selfies worden genomen bij verkoop van goederen. Dat is zoiets, hè? Mooi alleen. Nee, ja, ja. Zeg, wat hopen jullie voor de winkel? Ik hoop eigenlijk, en dat klinkt heel belachelijk, maar ik hoop dat ik eigenlijk voor de Vlaamse modale vrouw dat wij stukken kunnen aanbieden die anders niet te betalen zijn. Ik ga nu gewoon random een stuk pakken. Dat is een fractie van Scapa. De prijs hangt daar van binnenin. Kun je dat zien? Daar beneden. Daar, ja. Zie je, hè? Dat kost nu €75. Dat is nieuw niet af. En dat is wel leuk, want anders is dat een stuk dat de mensen misschien minder snel zouden gaan betalen. Alsjeblieft. Om maar iets te zeggen. En ja, dat is het eigenlijk gewoon. We hebben hier designerstuks, een nieuw prijs €650, die we verkopen voor €250. En dat is leuk, omdat mensen het er niet willen of kunnen aangeven in eerste instantie. En nu is dat wel toegankelijk en mogelijk. Een Louboutin, een Delvaux, Gucci, Prada, noem het op. Dat staat hier allemaal. En echt toegankelijk. Juste. Daar kan ik niks aan toevoegen.